Dan gaan we nu verder met het workshopgedeelte. En dan wil ik graag mijn panelleden naar voren vragen. En aan de kijkers thuis vragen of ze misschien vast een Mentimeter op willen starten. Daarvoor zien jullie het webadres daarboven in beeld met een code. Via die manier hopen we in een soort vraag- en antwoordgedeelte terecht te komen, waarbij jullie ook je kennis en je vragen kwijt kunnen. Nou, zoals gezegd, ik ga dit workshopgedeelte niet helemaal alleen doen. Ik heb twee collega's, oorspronkelijk drie, bereid gevonden om met ons mee te denken en te discussiëren. Als eerste was beoogd Henry Rijploeg van Noorderzeilvest. Die heeft helaas af moeten zeggen wegens gezondheidsklachten. Dat risico lopen we allemaal hè, in deze tijd. Wie er gelukkig wel zijn Sjaak Daverveld van AMA's. En Johan Elshoff van Drentse Overijsse Delta. Welkom. En jullie zijn mijn steun en toeverlaat vanmiddag. Ja, top. Ja. Dan gaan wij door met dat workshopgedeelte. En om te beginnen heb ik een aantal sheets als opwarmertje. Met de vraag erbij om vooral via de chat te reageren in eerste instantie. Wie herkent deze? Wat krijgen wij binnen op de chat? Close, ja. Lokomotief. Japanse duizend, hoor. Japanse duizend. Kijk, dat komt goed in de buurt. Het klopt, dit is een NS288 diesellok. Bijna overwoekerd door Japanse duizendknoop. Dus ja, dat is inderdaad waar. Ja, nee. En dan heb ik een volgende. Die is waarschijnlijk wel wat makkelijker voor de meesten. Een reuzenberenklauw waarschijnlijk voor de meesten en dat antwoord is juist. Alhoewel het verschil met de kleine, de gewone berenklauw misschien niet voor iedereen op deze foto duidelijk is. Ja, een klerenbouw zou ook kunnen. En dan heb ik een laatste, hier staan er een heel aantal op. Dus als jullie er een paar van kunnen noemen, ben ik al heel tevreden. Nee, dat klopt. Er zitten inderdaad een paar instinkers in die zin. Nou, de reuzenbalsemien of springbalsemien, dit is een reuzenbalsemien. Jacobs kruiskruid kunnen heel veel mensen herkend hebben. De ridderzuring met name, rechtsboven. Sigorij is natuurlijk ook een vrij bekende en de vraag is dat een probleemsoort? En een teunisbloem, nou die zullen we misschien niet zo heel massaal op de dijk aantreffen. En de middenonder, die zul je hopelijk niet te veel tegenkomen. Is in ieder geval een soort die we niet onder de planten rekenen. Dus waar we het vanmiddag niet over gaan hebben. Die hopelijk bij de workshop over de probleemsoorten dieren een plekje zou kunnen krijgen. Dan gaan we nu door... ik heb nog één tussen zitten. Dit waren soorten. Als je het nou hebt over wat doe je met die soorten, hoe bestrijd je ze? Dit plaatje zie je onderstaan, komt uit de bestrijdingduizendknoop.nl. Dus eigenlijk rechtsonder zijn de twee die Suzanne toegelicht heeft. Maar je ziet er diverse staan die toegepast worden of zijn op duizendknoop. Waarvan een heel aantal natuurlijk eigenlijk ook prima toepasbaar zijn voor andere probleemsoorten. Dus wij zijn wel heel benieuwd in het workshopgedeelte waar jullie ervaring mee hebben. Deze vraag hoef je dan ook nu niet te beantwoorden. In het workshopgedeelte gaan we daar dus mee door. En daar wou ik dan langzaam maar zeker naar over. Dus vanaf nu, als jullie de Mentimeter inderdaad hebben en daarop reageren, willen we gaan kijken welke probleemsoorten hebben jullie last van en welke ervaringen heb je met verschillende bestrijdingsmethoden. De eerste vraag van de Mentimeter, heb je die? Kijk.
Hij verschuift mooi. En mijn verwachting was op voorhand dat jullie inderdaad Ridderzuring, Duizendknoop, Akkerdistel best zouden noemen. Maar dat de akkerdistel de grootste probleemsoort is, dat verbaast me eigenlijk best. Dus goed, ik ben wel heel benieuwd inderdaad of er iemand is die akkerdistel als de grootste probleemsoort ervaart, zijn handje op kan steken, eventueel krijgt hij dan een beurt om toe te lichten waarom dat hij zo'n probleem vormt. Wie durft dat aan thuis? Dan ga ik een klein beetje hier staan. Oké. Hier in de zaal, ziet iemand al een handje verschijnen? Of is er gewoon niemand die een toelichting durft te geven? Misschien is er iemand die het aandurft om gewoon zijn microfoon open te gooien en te vertellen waarom akkerdistel zo'n probleem oplevert? Ik ben Herbert hier. Kijk, dag Herbert. Vertel eens, waarom is bij Rijn en IJssel de akkerdistel zo'n probleem? We zitten de laatste 2-3 jaar met extreme droge zomers. Behoorlijk aanslag op onze grasland. Daardoor dus ook veel plekken met een open structuur op een grasland. Waardoor ook een soort als akkerdistel veel meer ruimte heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Ja, wat lastiger in de hand te houden is. Ja. Oké, okay, op zich wel een herkenbaar beeld. Sjaak, speelt dat bij jullie ook bijvoorbeeld? Of? Nou, niet zozeer. We hebben wel last van akkerdistel. Alleen, hij kan groeien, hij mag groeien. Hij bedekt niet de hele graszode. Dus wij zien het niet als een heel groot probleem. Het probleem zit er misschien meer in aanliggende eigenaren. Dat die moeite hebben met het overwaaiend zaad. Dat vormt voor ons eerder een aandachtspunt dan echt de distel zelf. Dus ja, het bestrijden gaat er goed door te maaien, op tijd te maaien of met schapenbewijding. Maar het is niet zo dat we daar zeggen van hij overwoekert. Nee, oké. Okay. Ja. Nou, op zich dus een plant die blijkbaar toch wel regelmatig voor problemen zorgt. Herbert geeft ook aan, de droogte is daar een issue in. Nou, dat klinkt inderdaad wel heel logisch. Een andere soort waar iemand van zegt, daar wil ik heel graag een toelichting op geven. Nou, toen bleef het heel rustig. Dan kunnen wij, denk ik... Ik heb het wel wat wel gezegd, hoor. Ah, Cor, vertel het eens. Ja, nou, we hebben veel last van een groot hoefblad. Ah. En momenteel doen we dat aanpakken door vaker te maaien. Dus elke keer als het weer boven de grond komt, weer maaien. Maar daar hebben we wel veel plekken los van, ja, nu. En die breidt zich dus ook behoorlijk uit bij jullie? Ja. Dus we bestrijden dus momenteel door intensief te maaien. Ja, ik hoor inderdaad wel regelmatig. Ja. Ik weet niet, Johan, heb jij daar dijken die datzelfde probleem hebben? We hebben een paar stukjes dijk, vooral in de voet van de dijk waar die voorkomt. En dan is het eigenlijk ook bij ons dat we vaker maaien, kort houden. En eventueel zorgen dat er weer even wat graszaad bij een omgeving komt, zodat hij wat meer concurrentie krijgt. Ja, juist. Ja, dat is inderdaad een veelgehoorde aanpak. Oké, Cor, weet je een beetje wat je kan gaan doen de komende tijd? Kunnen we waarschijnlijk door naar de volgende vraag op de Mentimeter? Kan ik iets aanvullen? Oh, jij mag aanvullen, ja? Uiteraard. Graag zelfs. Koolzaad of raapzaad, dat was dit jaar bij ons extreem. Ik weet niet of het daar meer ervaringen mee zijn met, in de landen. Maar het was bij ons in het voorjaar echt een gigantisch probleem. Ja, het wordt natuurlijk vaak meegevoerd, hè? Alleen al met klei die aangebracht wordt. Maar ook door de wind verspreid. Ja, maar het is ook op bestaande stukken die al 20 jaar als kering intact zijn. Ja. Dus, die hebben we nog niet zozeer in de Mentimeter teruggezien, of wel? Net. Nou, heb ik niet helemaal, helemaal scherp. We kijken even, die houden we vast inderdaad, als we straks bij methodes zitten. Kijken wat we daarmee kunnen. Toevoegingen. Wie komt er in de lucht? Ja, sorry.
Ik zou het nog wel willen. Ik ben geen verwant, dus ik kan namelijk de soorten uit elkaar houden. Maar ik weet wel dat bepaalde soorten niet alleen onze waterveiligheid zouden kunnen aantasten, maar toch ook wel een aanslag doen op onze doelstellingen. Ten aanzien van biodiversiteit, dus van bepaalde soorten ongewenst, de gewenste soorten overwoekeren. Ja, klinkt inderdaad heel bekend. Nou ja, duizendknoop is daar natuurlijk wel het meest sprekende voorbeeld van. Die houden we zeker eventjes vast. Dat lijkt me een goede toevoeging. Het gaat niet om, alleen om erosiebestendigheid. Het gaat dus ook om andere doelstellingen op de dijk. Dankjewel. Nou, de vraag was gesteld welke andere soorten buiten dat lijstje zijn er nog meer. Nou, we zien twee keer riet terugkomen. Daar komt de koolzaad om de bocht kijken. Klaver. Gras vind ik ook een hele mooie toevoeging. En akkerwinde. Klaverblad, klaver, oké. Panel, als jullie dit horen, herkenbaar beeld of zitten hier vreemde soorten in? Voor jullie. De klaver als probleemsoort, die zie ik eigenlijk even niet zo helemaal in beeld terugkomen. Nee? Nou, wij hebben hem vooral gezien op nieuwe dijken, nieuw ingezaaid, waar je een mengsel ingooit waar klaver in zit. En als de omstandigheden gunstig zijn, dan komt hij in veelvoud komt hij op en concurreert hij inderdaad in ontwikkelstadium heel erg met gras. En dan is het een kwestie van, volgens mij, vaak maaien, zorgen dat hij eronder blijft en je bevoordeelt je gras. Dus ik kan me wel voorstellen dat klaver zeker door in jonge grasmatten dat inderdaad de overhand neemt. En koolzaad, raapzaad, ja, dat is dus het probleem wat jij aankaart, Sjaak. Inderdaad iets wat je veelvuldig terug ziet komen. En de distels, brandnetels, akkerwinden, klinkt riet. Als verschillende. Riet, ja. Ik zie er in ieder geval, als ik het lijstje zo even bekijk, dat er wel een aantal soorten tussen zitten die met het tijdig maaien, het tijdig ingrijpen in de groei van het plantje, die behoorlijk goed kunt onderdrukken. Ja, dat ze eigenlijk niet tot een probleem hoeven te komen. Ja. Maar dat is misschien ook eventjes waar Erik op doelt. Soms heb je strijdigheid tussen snel ingrijpen in een probleemsoort en biodiversiteitsdoelen. En inderdaad, heel veel maaien is dan de methode om het probleemsoort eronder te krijgen. Maar dan krijg je eigenlijk alle soorten krijgen een nadeel. Klopt. Dus daar zit wel een spanningsveld, voel ik een beetje. Ja, helder. Ja, sorry, dat klopt wel. Op bepaalde momenten mag je en de maaibalken wat hoger te zetten, bijvoorbeeld de snelgroeiers af kan koppen, waarbij je de tragere groeiers die je wellicht wenst, wel de kans geeft tot ontwikkelen. Dus het zit er niet alleen in de frequentie, maar ook de methodiek die je toepast. Ja, oké, helder, dankjewel voor de toevoeging. Hiermee hebben we best een heel scala aan probleemsoorten benoemd, waarbij sommige incidenteel probleem zullen geven, andere misschien voor veel meer beheerders grijze haren opleveren. Dank jullie wel voor de toevoegingen. Dan mogen we wat mij betreft door naar de volgende stelling. En ben ik heel benieuwd waar jullie hiermee gaan komen. Dit is natuurlijk een voorgesorteerd lijstje. Komt van de handreiking grasbekledingen. Die zullen de meeste van jullie waarschijnlijk kennen. We gaan hem straks in het vervolg van de presentatie, zal ik jullie in ieder geval de link een aantal keren laten zien. Dus voor de mensen die hem niet kennen, dan heb je iets om op terug te grijpen. Het lijkt erop uit te draaien dat maaien en afvoeren echt wel met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Nou is dit natuurlijk een peiling tussen heel veel verschillende probleemsoorten. En vraag ik me wel af, inderdaad, afgraven, doe je dat? Dat zul je echt maar incidenteel doen bij met name duizendknoop en een aantal echte probleemsoorten.
Verder niet zo, niet bij een hele goede grasmat ga ik vanuit. Maar het geeft in ieder geval een mooi beeld. En is er iemand die zich geroepen voelt om een toelichting te geven waarom die en waar, wanneer die een bepaalde bestrijdingsmethode heeft toegepast? Sjaak of Johan, dan kijk ik jullie aan. Hebben jullie een voorbeeld van wanneer pas je nou bijvoorbeeld dat maaien afvoeren toe? Of juist een begrazing toe? Ja, maaien en afvoeren. Je kunt hem bij Japanse duizendknoop gebruiken om hem langzaamaan uit te putten. Er gaat heel veel tijd en heel veel jaren in zitten voordat je echt daar een resultaat van krijgt. Lange adem. Heel lange adem. Hele lange adem. Ja. Maar dat geldt voor heel veel bestrijdingsmethodes. Doe je een hele goede bestrijding. En of dat nou afgraven is. Ook met afgraven. In bijvoorbeeld Japanse duizendknoop. Als ik hem heel goed doe. Denk ik dat ik 90% haal. Hmm. Want waarschijnlijk zul je net dat laatste worteltje. Net weer niet te pakken krijgen. En dan kom je in het gebied terecht dat je moet blijven monitoren. En de volgende die kun je natuurlijk veel makkelijker pakken. Ja. Maar dat geldt voor heel veel planten op die manier. Om hem aan te pakken. Goede bestrijding. Houd de 90%. Kijk maar wat we straks het verhaal van Suzanne Lommers hadden. Ja. Met de bladflow en dergelijke. Hij kan een heel stuk naar beneden. Maar uiteindelijk heb je ook weer een andere maatregel nodig. Om te zorgen dat als het plantje voldoende verzwakt is. Dat een andere kan overwoekeren. En dat kan bijvoorbeeld gras zijn. Mm-hmm. Ja, een stuk concurrentie. Een stukje concurrentie. Voordeling en benadeling. Ja. In feite. Jacques, heb jij een mooi voorbeeld wanneer je een van de methodes toepast? Ja, wij hebben in een bepaald gebied een schaapsherder zitten die zeer betrokken is bij het ontwikkelen van bloemrijk maken en het bestrijden van invasieve soorten. En die is er zelfs zoveel mee bezig dat hij ons steeds advies geeft van als we nu daar beginnen aan bijvoorbeeld zuring. Daar hebben we hele goede ervaringen mee. We hadden een perceel van een paar honderd vierkante meter die vergeven was van de zuring. Hij zegt, ik ga de uitdaging aan. En binnen één seizoen was de zuring zichtbaar verdwenen voor 90%. Je moest echt gaan zoeken naar nieuwe plantjes. Het is niet zo dat hij dus weg is, maar hij is gewoon verdwenen onder de grond. En als je niks doet, komt hij na verloop van jaren weer boven. Maar het is op het juiste moment, met de juiste aanpak en de goede schapen die er lusten. Maar hij doet het, zegt ook van, ik heb bijvoorbeeld 300 schapen op dat stuk staan. Die staan er maar één dag. Ze moeten eigenlijk net te weinig gras hebben, waardoor ze ook beginnen aan die zuring. Maar binnen één dag is het weg en dan vertrek je naar het volgende perceel. Ja, precies. Maar het is wel heel erg maatwerk. Dus het is echt maatwerk. En je moet echt een herder hebben die daarbij betrokken is. Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. En zoiets hebben we ook gehad met de reuzenberenklauw. Was voor ons heel nieuw. Planten die al in het zaad stonden. Waarvan wij dachten van ja, hij is veel te laat. Hij zoekt een combinatie met onze maaiaannemer. Hij zegt, ik wil het voorbeeld geven met de schapen. Binnen 2 dagen was alles weg. En daar stonden we van te kijken. Zelfs de dikke stengels, van een centimeter dik. De schapen aten alles tot maai valt af. Ja. Dus dat geeft wel hoop op de toekomst, zeg maar. Ja. Het voordeel met schapen is ook dat je makkelijker kunt sturen in tijd. Als je zegt van we gaan in maart, april al beginnen, dan kan dat. En met maaien zit je toch met de wet natuurbescherming veel meer. Mm. Plus het feit dat een aannemer begint bij A en eindigt bij B. En die schaapsherder die kan echt maatwerk leveren per perceel. Welk stukje die pakt. Ja. Het ene is, je moet wel een schaapherder hebben. Die zo betrokken is. Misschien niet allemaal. Ja. Ja, oké. Dat is mooi. Dan ben ik wel heel benieuwd of dit de methodes zijn die toegepast worden, of dat er misschien nog andere methodes zijn die jullie toepassen. Daar gaat de volgende vraag over. Meekijken vanaf die kant. Ja. Ja.
Nou, we zien er een aantal zien we wel erin terugkomen. Hè. Het afdekken was een van de methoden die ook op mijn plaatje stond met de voorbeelden vanuit Japanse duizendknoopbestrijding. Afgraven 1. Je ziet heet water, zie je best wel vaak genoemd worden. En daar zijn, voor zover ik weet, de resultaten wel heel wisselend mee. Want met name heet water en dichte kleibekledingen, dat is best een lastig verhaal om voldoende hitte in de grond te krijgen, zodat inderdaad ook echt wortels afsterven enzovoort. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat er dus tegen bepaalde soorten dat goed werkt. Ik ben wel benieuwd of er iemand is die dat wil toelichten. Met name voor welke soort en op wat voor manier is heet water dan toegepast? Toen bleef het heel rustig. Dan gaan we die misschien zo meteen nog een keer terugstellen. De pilot uitboren zuring, die triggert mij ook wel. Is er iemand die daar een toelichting op kan geven? Hoe is die uitgevoerd en wat zijn de effecten geweest? Is dat? Ja, die heb ik op het lijstje gezet. Ah, Stefan. Vertel eens, wanneer hebben jullie dat gedaan? We hebben een pilot gehad waar we een aantal zuringplanten hebben uitgeboord. Gewoon een boor op een minigraaf eigenlijk. Maar dat is niet succesvol geweest. Eigenlijk ja, 90% van de planten is teruggekomen. Dus dat is niet aan te raden. Dat is wel jammer, zo'n effect daarvan. Zijn er anderen die vergelijkbare ervaring hebben? Of is het juist iets waar ook positieve ervaringen mee zijn? Ik zie Jaap zijn vinger opsteken. Heb jij je microfoon open, Jaap? Ja. Vergelijkbaar met wat Stefan zegt, we hebben niet geboord maar gevreesd met een stoppenvrees die het heel klein vreest. We hebben een deel van het perceel gevreesd en een deel van het perceel met de hand getrokken. Resultaten zijn vergelijkbaar en het bleek dat vrezen arbeids intensiever was dan steken of trekken. Dus we hebben uiteindelijk gezegd dat dat kleine vlakje, dan doen we het toch liever met de hand eruit steken. Ja. Maar jullie hebben, begreep ik van Wim Cornelissen, wel hele goede ervaringen met het uitsteken inmiddels van zuring, klopt dat? Klopt, ja, dat bleek dus dat stuk te zijn. Maar we hebben de vorige week gestaan, het bleek wel inmiddels geconnexeerd te zijn door akkerdistel. Dus we moeten nog even kijken wat er nou precies aan de hand is. Okay. Maar de zuring was weg in ieder geval. Ja. Dus dat biedt in jullie geval wel ook meteen een goed alternatief voor iets wat geprobeerd is, maar helaas onvoldoende resultaten oplevert. Dat is ook goed om te weten, toch? En in zijn algemeenheid, hè, ook voor Stefan, als je wat probeert en het levert niet het gewenste resultaat op, is dat ook heel goed om te delen. Hè? Want ik denk dat dat met name de opbrengst van deze workshop moet gaan zijn. Weet waar je dingen vinden kunt en laten we met z'n allen zoveel mogelijk die kennis ook breed delen, zodat we daar ook zelf gebruik van kunnen maken. In dat kader wil ik jullie best een ervaring delen met stroom. Dat hebben wij op Riddershuringen uitgeprobeerd op een stuk dijk. Zij het in het najaar en dat lijkt ook niet het meest gunstige moment te zijn. Maar het resultaat was eigenlijk gewoon bedroevend. Volgens mij stonden er dit voorjaar nog meer planten als toen we begonnen met het bestrijden met stroom. Dus of we hebben het niet op het juiste moment gedaan of niet op een goede manier, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar ook dat leverde niet het resultaat op waar we het een beetje op gehoopt hadden. Gingen ze die proef ook doen, hè Johan? Weet jij of dat gebeurd is? Bij watergang zijn we bezig geweest in ieder geval, maar ik weet niet wat het resultaat is. Okay, wat we wel heel vaak zien, ook bij de andere bestrijdingsmethodes, Japanse duizendknopen, het eerste keer dat je het plantje plaagt, komt die in veel grotere getalen terug dan dat er voor de tijd stond. Ja. Maar wel een iets kleiner plantje, maar dan is het wel de kwestie van aanhouden wind. Ja. Duizendknoop schijnt ook een, tenminste dat zeggen de experts, een achilleshiel te hebben hierin. En dat is als je hem echt zwaar bestrijdt, dan denkt hij dat hij zo sterk is dat hij gewoon met hele grote stengels weer terug kan komen groeien. En dat hij dat wel kan overleven. En daar schijnt dus wel zijn zwakke plek te zitten. Op het moment dat je dat blijft herhalen, dan put hij zichzelf wel uit.
Dus laten we daar een klein beetje hoop uit putten. Wellicht dat dat met de flow en de schimmel straks inderdaad ons van het probleem afhelpt. Nog een vraag aan de mensen thuis. Is er een van deze methodes waar jullie nog een toelichting op willen geven, omdat die hetzij heel goed werkte dan wel heel slecht werkte in een ander voorbeeld? Het klepelen bijvoorbeeld vind ik ook wel een interessante. Wanneer deed je dat of waarvoor deed je dat? En wat was het effect? Ja, die kwam bij mij vandaan. Het heeft ook te maken met de laatste chat die ik heb gestuurd. Dat je bij de bestrijding van een soort ook je vijand moet kennen. Je moet dus weten hoe het groeit. En dat klepelen hebben we bijvoorbeeld bij heermoes gedaan. Heermoes is een kruid dat bepaalde elementen uit de ondergrond haalt. Omdat die groeit op een situatie waar die elementen in de bovengrond ontbreken. Ja. Als je heermoes, en dat is gewoon een volkstuinwijsheid, als je die klepelt en laat liggen, dan raakt die bovengrond weer verzadigd. Of in ieder geval, dan komen die elementen weer terug, waardoor die snijder een standplaats onmogelijk maakt. Dat is een heel raar biologisch mechanisme. Maar op die manier hebben wij een aantal, of in een gebied heermoes geklepeld en waren we er weer, geloof ik, één of twee seizoenen vanaf. Dus, okay. Ja, het is belangrijk om te weten van waar zit inderdaad die Achilleshiel, waar ik het net ook over had, van de soort die je aan het bestrijden bent. En kun je juist die Achilleshiel te pakken krijgen, zonder dat je duur of chemisch of wat dan ook bezig bent. Ah, oké. Okay. Nou, dat is een hele mooie ervaring. Hè? We zoeken inderdaad, per plant zoek je naar een methode die het meest effectief zou kunnen zijn. Mooi, dan denk ik dat we een heel eind door de vragen heen waren op één na. Klopt dat? Nog drie na. Nou, dan zie. Gaan wij door naar de volgende. Welke soort zou je graag nog uitgelegd krijgen? En dat mag dus een van de probleemsoorten zijn of juist de bestrijdingsmethode. En dan hoop ik dat we jullie daarmee kunnen helpen. En anders dan krijgen jullie natuurlijk de vraag weer heel hard teruggespeeld. Met de vraag om daar zelf een stukje tekst en uitleg aan te geven. Ja, zo werkt dat. Samen weten we het meest. Akkerwinden. Ja, die vind ik ook wel spannende. Als jullie al een favoriet zien waarvan je denkt, daar, dat is een mooie, dan fluister je in, hè? Mos is wel een hele uitdagende. Ja. Daar ben ik mee bezig nu. Zie? Ja. Nou, dan gaan we beginnen. Typ vooral vrolijk door als je nog andere bedenkt. Dan gaan we beginnen met Sjaak en een toelichting op mosbestrijding. Ja, ik neem aan dat het om de bestrijding gaat en niet zozeer om wat het probleem met mos is. Nee, inderdaad. Het probleem is duidelijk, maar het mos staat bij ons op het zuidgericht perceel, Kleidijk. En het is eigenlijk ontstaan door overbegrazing. Dus vooral schapen te lang laten staan en de hele zomer door zelfs. We hebben dan ook besloten om in ieder geval voor dit jaar de begrazing te stoppen. En maar één keer maaien, de tweede ronde, zodat het gras een keer kan zaaien. En daarmee hopen we het probleem al heel eind getackeld te hebben. Dus we zijn er mee bezig, maar het resultaat is nog niet zichtbaar. Okay. We hebben een stuk dijk waar we inderdaad ook veel mos hadden, maar dan vooral op de Noordhellingen. Wat denk ik wel een heel bekend fenomeen is. En daar heeft de aannemer, die heeft met een wietegg, heeft hij door het perceel heen getrokken om met name lucht in de bodem te krijgen. En dat gaf ook wel een heel mooi resultaat, want doe je eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Je trekt er heel veel mos mee los, letterlijk, dat kun je dan afharken. En je belucht de bodem, waardoor het mos minder makkelijk groeit, het droogt harder uit en het gras wordt juist bevoordeeld. Dus dat was bij ons in ieder geval iets wat redelijk goed werkte. Dan zou je nog kunnen kijken naar de pH en eventueel nog een keer bekalken. Ja, mee eens. Ja. Maar dat is dan wel iets, inderdaad, heel veel kleibodems heb je redelijk veel kalk. Zandbodems maakt dat veel moeilijker. Dat is ook wel een bekend fenomeen. Maar het is een goede tip, inderdaad, je pH-gehalte, dat is echt wel een sturende factor hierin. Dat is dan een mooie voor mos. Ik ben wel eigenlijk benieuwd ook naar die akkerwinden. Hebben jullie daar ervaring mee? Doet bij ons niet zoveel, die geeft niet zoveel probleem. Nee, niet zozeer het probleem in relatie tot de grasmat. Hey, nee.
Hij krioelt er misschien hier en daar doorheen, maar niet dat hij een probleem voor de grassenmat in ieder geval is. Nee. De mensen thuis, hebben die ervaring hiermee? Waarom is dit een probleem? Ik heb hem even gegeven. Wij zien dat de laatste paar jaren best wel toename in aarden met akkerwitte. Behoorlijke plakken gras die overwoekerd zijn. En dus waar de graskwaliteit, de erosiebestendheid af aan het nemen is. Ik ben ook op zoek naar ervaringen met de bestrijding hiervan. Wat is dit voor type plant? Hoe kun je het best aanpakken? Ik heb nog wel gedachten over die we net zo graag afdekken als bijvoorbeeld bij GDK. Vrij rigoureus, maar misschien zijn er andere ervaringen. Oké. Ik kan me wel voorstellen, akkerwinde vormt natuurlijk vrij lange strengen. Als je daar met een hark doorheen gaat, dan trek je waarschijnlijk heel veel los. Heb je daar ervaring mee opgedaan? Nee, dat niet. Oké. Okay. Nee. Want ik kan me voorstellen dat als je bovengrondse massa afvoert... Ik zeg, vooral het laatste jaar, twee jaar, dat we echt op zien komen. Waarvan die hebben de burger in de gaten houden, maar echt bestrijdings... ervaring met bestrijdingsmethodes hebben nog niet veel opgebouwd. Oké. Okay. Nou ja, goede toevoeging dan. Wellicht is dat iets waar meer mensen last van gaan krijgen, bij jullie begint. En dat dat inderdaad toch problemen oplevert. Dus iets om in de gaten te houden, zeg je eigenlijk. Oké, okay, helder. Wat vinden jullie nog een mooie stelling om te behandelen? Mag ik nog even tussendoor komen, Peter? Ja, Wout, zeg het eens. Met Wout. Nou, als burger van de grote gemeente Leeuwarden heb ik me deze zomer verbaasd over hoe hier de berenklauw bestreden wordt. De gemeente Leeuwarden is echt qua oppervlakte behoorlijk groot geworden. Ze hebben 2 tot 4 mensen rondrennen met grote scharen. Ze wachten bij de berenklauw totdat naast die witte bloesem er de groene kern komt. En dan wordt alles afgeknipt, laat ze gewoon liggen. En dat schijnt een hele effectieve methode te zijn. Dus ik weet niet of dat zo is, dus ben ik wel benieuwd naar andere ideeën hierover. Van de berenklauw, als je op de handreiking grasbekledingen kijkt, staat daar qua bestrijding volgens mij afmaaien voordat hij een bloem vormt. Of als hij de bloem gevormd heeft, maar in ieder geval voordat hij zaad vormt. En het ook niet laten liggen. Want op het moment dat je de zaden, ook al zijn ze nog niet rijp, laat liggen, dan rijpen ze af. En dan vallen ze toch weer terug op de bodem. En we weten dat die zaden 7 jaar lang klimkrachtig blijven. Dus het is weer een kwestie van lange adem, vol blijven houden. Om hem op die manier weg te krijgen. Voorkom zaadvorming en put hem uit daarmee. Dus dat lijkt, voor zover ik weet, de meest gebruikte methode. Zijn jullie het daarmee eens, mannen? Of kennen jullie nog andere? Nee, ik ken geen andere zo. Nee. Ja, begrazing dus hebben jullie. Begrazing. Ja, we hebben één perceel waar we wel met de klepelaar en de maaizuigcombinatie meteen verwijderen. Hmm. Niet laten liggen. Nee, oké. Okay. Nou, zie, dat is dan toch weer het uitputten ervan. Uitputten, ja. Ervaring met riet? Bij jullie? Het begint meer te worden, okay. Vooral op bij de zanddijken. Maar we zijn er nog niet echt mee bezig om het te bestrijden. Maar je ziet het wel toenemen en dat ook al in de dijk ruikt. Dus het wordt wel een punt. Ja. Wij zien bij ons in ieder geval wat meer op de regionale keringen. Waar continu water tegenaan staat. Waar je ook een rietkraag gewenst hebt, hè, vaak. Want goed, er werd natuurlijk al door Erik geopperd biodiversiteit. Ja, je hebt vaak een dijk liggen in een landschap. En als dat landschap een oever kent... dan is riet soms ook een hele gewenste biotoop. En dan kruipt het inderdaad tegen je dijk op, ook in het droge stuk. Maar met maaien houden wij het er in ieder geval redelijk onder. Nou, wat dan misschien een probleem vormt, is dat met name vanuit waterbeheer gezegd wordt van die rietkragen laten we om en om staan. Dus dan blijven ze een jaar langer staan. En ik denk dat dat wel een probleem gaat worden. Daar zit wat in. Is degene die deze oppert, is die het daarmee eens? Is dat met name de aanleiding voor het probleem of is het breder? Ja, het spijt me. Ik neem alweer het woord. Ik had hem inderdaad ingebracht, omdat ik gewoon het op de dijkteluts vrij diffuus zie toenemen. We hebben er ook met Cyril Liebrand even naast te kijken. Ja, dan moet je gaan onderzoeken, zijn dit nieuwe individuele stekken? Of is dit een wortelstok die zich aan het uitbreiden is?
Dus daarom had ik hem ingebracht, omdat het voor mij een tamelijk onbekend ontwikkeling is. Ja. Dus ik laat me graag inspireren door anderen. Ja. We hebben er voor de rest geen bestrijdingservaring mee. Riet schijnt een hele moeilijke, vervelende plant te zijn als je hem hebben wil. Want rietstekken, poten, dat komt 9 van de 10 keer niet goed. En als je het niet hebben wil, ja, dan krijg je hem gratis en voor niks. Dus misschien heb je daar gewoon last van. En moet je uitwisselen met je collega's die hem graag hebben willen. We hebben wel ervaring bij ons waterschap. Daar wel op een aantal plekken waar rietlanden tegen de kering aan zitten. Dat je eigenlijk met 2 keer maaien zie je hem eigenlijk langzaamaan alleen maar toenemen. Steeds hoger de dijk op kuiken. Dus ik zeg, hij reageert wel op het maaibeleid wat je uitvoert. Ja, meer op, merken we wel. Meer op zandgrond dan op klei, denk ik. Meer op klei. Bij jullie meer op klei? Nou, bij ons nog niet. Ja, bij ons ook op kleidijk, inderdaad. En dan vooral bij rietlanden, zelfs voor je. Okay. Dus ja, misschien is de maaifrequentie het sturende mechanisme erin. Maar en, alleen... En dan heb je weer die strijdige belangen. Ja. Je wil minder maaien en dat komt juist het riet weer ten goede. Ja. Nou, we hebben volgende week een expert in grasbekleding. Ja. Ik doe hier wat inspiratie op om dat mee te nemen op de agenda. En jullie zitten volgende week er ook bij. Misschien kunnen we hier wat mee voor de handreikende grasbekleding. Dat we gewoon de kennis gaan verdiepen en verbreden. Ja, heel goed. Nou, misschien de laatste. Iemand thuis die zegt, deze hebben jullie niet behandeld. Die wil ik toch graag eventjes horen. Kom er dan maar in met de microfoon of steek je hand even op. En anders gaan we door naar de volgende vraag hoor. Links onder die stelling misschien, die steeds weggaat. Contractvormen? Contractvormen, ja. Ja, die vind ik misschien iets minder voor deze workshop. Dat is meer ken het probleem en als je het probleem groot genoeg vindt, dan moet je het gewoon regelen. Ja. Even heel oneerbiedig en kort door de bocht waarschijnlijk. Het zal vast lastig zijn of complicerend zijn, maar ik vind hem iets minder, hoe zeg ik dat, om te delen wat is nou precies het probleem hiermee richting een bepaalde soort. Dit is meer welke organisatievorm heb je daarvoor gekozen. Dus die ga ik even aan voorbij, Sjaak. Dan gaan we wat mij betreft maar gewoon door naar de volgende vraag. En deze is dus voor de mensen thuis vooral, of voor mijn panelleden uiteraard ook. Op die handreiking proberen we dus zoveel mogelijk de informatie voor ons allemaal te ontsluiten. Dus heb je informatie die we daarop kwijt kunnen over het bestrijden van een soort, dan roep ik jullie op om met name deze vraag je naam en welke soort of welke methode je kennis beschikbaar hebt op te schrijven. Dan ben ik voor deze stelling ook wel benieuwd wie hem erin gooit en waarom over een paar jaar. Is er ook iets te zeggen over welke, ben je daar onderzoek naar aan het doen bijvoorbeeld naar een bepaalde soort? En denk je dat je over een paar jaar daar de uitkomsten van hebt? Of is dit gewoon omdat je net begonnen bent en nog aan het werken bent? Die optie eigenlijk. Ah. Dit voorjaar begonnen en nu aan het inwerken. Maar ik zet het gelijk weer uit voor het gebied. Ik hoor het, dankjewel. Verder niemand die, hetzij hele goede dan wel ook hele mindere ervaringen heeft die gedeeld mogen worden, kunnen worden? Ah, Rens en Herbert, ja? Ja. Is dat het onderzoek wat jullie op de dijk bij Arnhem uitgevoerd hebben met het inpakken voor ProBos? Ja, dat klopt inderdaad. Okay. Ja, top. De dijk bij Arnhem, die hebben we 6 jaar lang ingepakt en die is vorig jaar naar de folie afgehaald en weer opnieuw ingezaaid. Ja, en nog niks, nog niks teruggezien, geloof ik, hè? Dat ik even proberen te gaan houden. Mm-hmm. Dat heb ik weer. Maar nog niks teruggezien van de 1000 knoop?
eerder gevraagd niet. Nee. Oké, okay, mooi. Nee, dat klopt inderdaad wat Herbert zegt. We hebben daar 6 jaar lang ingepakt. En het inpakken, de meesten van jullie weten dat wel, maar dat was niet de eerste reden om die plant uit te putten. Maar het was bedoeld om te voorkomen dat we met maaimachines die Japanse duizendknop zouden verspreiden. Omdat wij met loonwerkers werken. Zeker een aantal jaren geleden waren loonwerkers nog lang niet zo attent in het herkennen van. En we hebben dus die eerste locatie die we hadden in Arnhem, dat was een locatie van ongeveer 300 vierkante meter. Daaruit zijn nieuwe haarden ontstaan, omdat de onbekendheid met die plant ons part speelde. En het inpakken was dus met name bedoeld om te voorkomen dat je met de maaimachine verspreidt. En het mooie gevolg ervan was dat we na 6 jaar gewoon die plant kwijt waren op dat stuk. En het gras zit er nu al een jaar op volgens mij. Er is nog niks terug te vinden van nieuwe scheuten, dus dat ziet wel hoopvol uit. Ja. Nou Rens, dit antwoord behelst voor mij een aantal ingrediënten. Feit dat je een probleemsoort hebt bestreden, maar ook eigenlijk de prioritering erin. Duizendknoop laat zich bestrijden, maar dan moet je er fanatiek op gaan zitten. En een klein beetje kietelen is eigenlijk alleen maar zorgen dat die uitbreidt, hè? Wat Johan zei, dan komt die eerst hard terug. Tendens lijkt ook wel te zijn dat je beter kan voorkomen dat je hem verspreidt. Dat is het allerbelangrijkste. En als je genoeg middelen ter beschikking hebt, dan pas gaan bestrijden. Maar dan ook doorgaan totdat hij helemaal weg is. Dus dat deel jij denk ik wel met ons, hè Rens? Nou ja, kijk, die afdekking, we hebben hem ingepakt in landbouwplastic gecombineerd met een geotextiel. Dus om te voorkomen dat hij doorgroeit en dat hij ook licht en luchtdicht afgesloten is. Mm-hmm. En vervolgens hoef je niet meer te doen dan af en toe een scheut afknippen die onder het folie uitgroeit. En dat is het dan. En gewoon die afdekking in stand houden. Dus de inzet is eigenlijk wel minimaal. Ja, oké. Okay. Dank voor de toelichting. Ik heb denk ik één over de chat nog gekregen over het Rietnet. Misschien is dat een leuke om wel te delen. René Snip, Hollandse Delta. Klei in combinatie met een rietwortelmat is erosiebestendig. Waarom een plaagsoort? Hoe kijken jullie daarnaar, mannen? Ik ken wel wat onderzoekjes die over golfslag in riet gaan. Ik kan ook nog iets anders om gaan draaien. Als ik een hele zware klei heb en die is erosiebestendig, ja dan heb ik eigenlijk al erosiebestendig genoeg. En heb ik misschien wel geen bekleding van gras nodig of klei. Dan draai ik hem helemaal om. Ja. Maar goed, nou Sjaaks en Zandwijk, dan wordt dat lastig. Ja, we hebben er nog geen oplossing voor. Nee. En geen antwoord op. Wat jij zegt is natuurlijk deels wel inderdaad een deel van de oplossing. Hè? Bedenk, wat heb ik nou eigenlijk nodig en welke belangen dien ik? Als je hele hoge erosiebestendigheidseisen hebt en die worden al door de bekleding, de kleibekleding gerealiseerd. Ja, dan doet de grasbekleding doet er niet zoveel toe. Dus ook je riet zou je kunnen redeneren. Als dat dus een gewenste biotoop is op die plek, doe je het eigenlijk heel goed. Omgekeerd, als jij een hele andere flora wil hebben daar, dan overwoekert dat riet dat. Dus dan heb je een andere reden om er iets aan te doen. Ja. Misschien is dat hetgene waar we dit stukje dan mee afsluiten. We hebben denk ik nog één stelling. Ja. Dit is de uitdaging voor ons allemaal. We hebben natuurlijk het een en ander voor het voetlicht gehad. Soms heel specifiek op een bepaalde soort gericht. Soms juist wat generieker. Zijn er wat jullie betreft bepaalde soorten of waar we dus eigenlijk nu niet zo heel veel mee kunnen, waar juist meer onderzoek voor nodig is of meer de focus op zou moeten komen te liggen voor ons als beheerders? Ik zie een aantal zwaar nadenkende gezichten op het scherm, dus volgens mij wordt hier hard over nagedacht. Hebben jullie er een? Nou, wij zijn dit jaar erg geschrokken van de hoeveelheid koolzaad of raapzaad. En we doen het nu met maaien. We hebben hem bewust de maaiencombinatie hoog afgesteld. Zo'n 30, 40 centimeter boven de grond, zodat eigenlijk alleen de bloemen eraf gaan en je het gras laat staan. Blijf je nog zitten met de wet natuurbescherming waar je mee om moet gaan.
Maar je weet het, ja, daar staat hij dus, raapzaad, koolzaad. Ja. Dat, maar het fluctueert per jaar heel erg. Maar de juiste methode om hem te voorkomen, ik weet niet of die er is. Wij kennen hem niet. Jij, ja, Johan? Deel jij dat van Sjaak? Nou, dat van Sjaak in ieder geval tijdig maaien met raapzaad, koolzaad. Ik zeg in ieder geval zorgen dat die zaadzetting niet, die is hier zeker aanwezig. Ja. Ik zie er een heleboel toch bekende soorten tussen komen. Waar ik heel benieuwd naar ben, ik zeg, we zien langzaamaan steeds drogere zomers de afgelopen jaren komen. En ik verwacht eigenlijk dat wij wat meer planten gaan krijgen uit wat zuidelijke landen op dit moment. Ja. Waar we dus misschien al wel eerder onze maatregelen kunnen gaan bedenken. In plaats van eerst wachten tot ze hier weer een probleem gaan worden. Naar de buren kijken, zeg je eigenlijk. Misschien wat meer naar de buren kijken. Meer naar onze zuidenburen en misschien nog wat verder. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook wat ik in de aanloop naar deze workshop wel zei. Het feit dat je droge periodes krijgt, daardoor toch meer open plekken in je grasmat ziet ontstaan. Ja, daar profiteren deze soorten van. Droogteresistente soort is natuurlijk ook wel een hele goeie. Dat denk ik dat de grote uitdaging wordt inderdaad. Er wordt natuurlijk hard gewerkt wederom aan het onderzoek wat de Radboud Universiteit wil gaan doen. Future Dykes, kijken of we inderdaad een heel aantal van dit soort onderzoeksvragen een plekje kunnen geven in dat onderzoek. Dus wellicht dat over een paar jaar, als dat onderzoek doorgaat, dat we antwoorden krijgen die inderdaad vooral droogteresistentie richting toplagen, samenstelling enzovoort, meer de antwoorden hebben ten opzichte van wat we nu denken te weten of weten. Ja, bamboe vind ik ook een hele mooie inderdaad. Die zie je nog wel eens aangeplant worden in de tuin en dan langzaam maar zeker de dijk opgroeien. Ik heb nog niet gehoord dat hij aankomt waaien en zichzelf vestigt. Het is wel een soort, als je die eenmaal hebt en hij is groot, dan denk ik dat je een leuke uitdaging hebt. En dan klinkt mij uitgraven en goede klei erin als strategie. Maar de oplossing heb ik hier niet bij. We nemen deze soorten dus wel mee. Gaan we kijken of we hier inderdaad de antwoorden op kunnen gaan geven in de toekomst. Dank voor jullie inbreng. Gaan we wat mij betreft uit de Mentimeter, dus jullie input, en even weer terug naar de presentatie. En dan hebben we deze met name. Nou, ik hoop dat we er niet te veel meer over hebben die we nog niet besproken hebben en waar je van zegt, nou, daar hebben we toch informatie over. Want daarnet bleef het heel stil toen ik vroeg, hebben jullie informatie wat we kunnen delen? Maar toch nogmaals de vraag, en als je dan nu over de chat wil reageren of je hand opsteken, dan vooral de vraag, zijn er dus probleemsoorten waar we nu eigenlijk heel lastig mee om kunnen gaan, waar we eigenlijk meer onderzoek voor nodig hebben om te weten wat de bestrijdingsmethode is die je nog niet genoemd hebt. En de tweede vraag die er eigenlijk vrij snel achteraan kan worden gesteld is, heb je informatie wat we kunnen delen nogmaals? Erik Baars stelt de vraag op de app, op de chat. Zijn andere methodes als niet succesvol bestemd? Elektrocutie, ik denk dat die wat vertraagd doorgekomen is. Ik heb kort verteld wat bij Vallei en Veluwe de ervaring met elektrocutie van Ridderzuringen was. Het zijn wel vrij nieuwe methodes. Dus ik kan me voorstellen dat daar langzaam maar zeker meer informatie over komt en dat het mogelijk op sommige situaties wel succesvol zou kunnen zijn. Ja. Geen vragen in de chat, komt er hierdoor. Nou, dan denk ik dat we de meeste gewoon met de Mentimeter inderdaad behandeld hebben. Wat jullie hier nu op het scherm zien staan is een trits die op de handreiking staat. Voor degenen die hem niet kennen, ga daar vooral eens op neuzen. Handreikinggrasbekledingen.nl, hij staat onder in beeld. En daar hebben we geprobeerd voor een aantal veel voorkomende probleemsoorten in ieder geval deze trits te beantwoorden. Wat zijn de kenmerken, wat is het probleem wat we ermee hebben en hoe bestrijd je hem? En eventuele praktijkervaringen, nou je ziet een stukje wettelijk kader en eventueel melden van nieuwe locaties. Waarvan de eerste drie met name denk ik het meest relevant zijn. En als mensen praktijkervaring hebben, dat was dus net mijn oproep,
Als je informatie hebt, dan kunnen we dat via deze website delen. Als er inderdaad informatie van jullie komt, is het wel de vraag of het hier ook op mag. Dus voor degenen die hem heel goed kennen, er zitten er een aantal tussen die deze website waarschijnlijk uit hun hoofd kennen bijna. Voor de anderen, ga hier met name een keer op neuzen. Er staat verschrikkelijk veel informatie over gras op dijken en dus ook een hoofdstukje over probleemsoorten. Dan dank ik jullie voor je inbreng en aandacht. En nogmaals, zoveel mogelijk willen we op de handreiking ontsluiten. En dan rest mij nog om te verwijzen naar de volgende workshop. Die gaat Hanneke geven op 1 oktober over probleemsoorten dieren. Dankjewel.